Hallo, mijn naam is Linda Koonen van Spirituele Coaching. En vandaag antwoord ik een aantal vragen die gesteld worden over zwarte magie. Namelijk, hoe herken je zwarte magie? Om te herkennen dat er zwarte magie aanwezig is, of dat zwarte magie wordt toegepast op jou, dien je in eerste instantie te weten wat zwarte magie überhaupt is. Zwarte magie is een vorm van energie die maakt dat jouw vrije wil wordt beperkt. Zwarte magie is een vorm van manipulatie waarbij de ander aan het bepalen is wat jij dient te doen. Dus een ander wil bijvoorbeeld dat je allerlei situaties krijgt die jou neerhalen. Ze willen je kapot maken, ze willen dat je je slecht voelt, ze gunnen je helemaal niets aan positiviteit, ze willen dat je een relatie beëindigt. Kortom, een ander is aan het bepalen wat jij dient te doen. In feite voel je je net als een marionetpoppetje. Dus een ander die heeft van die touwtjes aan de vingers en jij hangt daaronder als poppetje. En als die ander een vinger omhoog trekt, dan reageer jij daarnaar. Ja, dat is een beetje hoe je zwarte magie kan uitbeelden in beeld. En zo voelt het ook vaak. De zwarte magie herken je dat er heel veel tegenslag is in je leven. Niet dat er dan altijd zwarte magie in het spel is. Maar dat is wel vaak het geval, omdat de ander jou totaal geen positiviteit gunt. En ze hebben de intentie om jou pijn te doen, om jou af te zwakken, om jou tegen te houden. Zo ervaar ik bijvoorbeeld zelf best wel vaak zwarte magie. Elke dag verwijder ik zwarte magie, meerdere keren op een dag zelfs. Omdat mensen mij willen tegenhouden. Mensen gunnen niet dat ik in mijn kracht sta en blijf staan. En dat is oké. Ik vind het niet zo erg, want ik weet ermee om te gaan en ik heb weinig last van dat soort energie. Alleen als je dat nog niet weet, heb je wel last. En hoe herken je zwarte magie? Het is een combinatie van een aantal zintuigen van jezelf. Zintuigen zijn je ogen, je oren, je gevoel. Vlak die niet uit. Je huid is je grootste orgaan. Je smaak, je reuk en ook je weten, dus ook je gedachtes. En heel vaak merk ik in mijn praktijk, waarbij ik veel mensen help die te maken hebben met zwarte magie, ik help ze er vanaf, heel veel mensen zeggen ook van ja, ik voel gewoon dat er zwarte magie aanwezig is en ik weet het ook. Ik heb ook het vermoeden dat ik weet van wie het vandaan komt. Klopt dat? Want heel vaak zijn we nog op zoek naar bevestiging, want je kan het niet aanraken. Het is niet tastbaar, het is niet materialistisch. Je kan het niet vastpakken. Zwarte magie is energie die naar jou toegestuurd wordt. En zwarte magie wordt toegepast door anderen via energetische koorden. Dus als een ander aan jou denkt en als een ander met jou praat of over jou praat, dan legt die ander al een energetisch koord aan met jou. Dus een koord, een soort touw van energie. Die energie die kan verschillende kleuren hebben. En bij zwarte magie is dat heel vaak de kleur paars. Donkerpaars. Althans, dat is hoe de meeste mensen het zien. Soms zijn er ook andere kleuren van toepassing, maar paars is toch wel degene van manipulatie. En via die koorden van energie, via die energetische koorden, hebben andere mensen dus invloed op jouw energiesysteem. Zij hebben invloed op hoe jij je voelt. Want ze kunnen via die touwen, stel dat er een touwtje tussen ons loopt, ik ben even op zoek naar een touwtje, want die heb ik nu even niet, maar dat er een touwtje tussen ons loopt, via dat touwtje, via die verbinding, kan ik positiviteit naar jou toesturen, dan ga je het meteen voelen, maar ik kan je ook negativiteit toesturen. En ook dat ga je voelen. En afhankelijk van hoe goed jij zit in je gevoel, dus in de mate waarin jij in verbinding bent met jouw ware zelf, kan je het
heel goed waarnemen. Bepaalde cursussen en opleidingen die ik ook doe, dan gaan we daar ook mee aan de slag. Dat je echt leert van, hé, wacht eens even, er komt een energie naar mij toe en dat voelt helemaal niet prettig. Dus je dient echt te leren bij jezelf te blijven. Daar ga ik het nu even niet over hebben, want we hebben het over het herkennen van zwarte magie. Herkennen van zwarte magie, dat weet je, je voelt het, je denkt dat het er is. En je twijfelt of het er is. En meestal zijn dat al de signalen dat het werkelijk al ook echt zo is. Want het universum en jouw hogere zelf en jouw onderbewustzijn probeert die informatie aan jou te geven via jouw gedachtes, via jouw dromen. Of soms kan het zijn dat je iets toevallig leest over zwarte magie. En bijvoorbeeld, je kijkt nu naar deze video. Het zou maar zo kunnen zijn dat je daar naartoe geleid bent en geleid wordt om jou wakker te schudden van, yo, hey, let eens even op, er is zwarte magie bij jou aanwezig. Zo werkt het. Dus let op de signalen, let op je gevoel en let ook op je gedachtes. Dus als je denkt dat iemand wil bepalen wat jij doet en hoe jij je voelt, dat is zwarte magie, dan is de kans zeer groot dat het ook werkelijk zo is. Hoe check je het nou bij jezelf? Nou, ik heb een aantal reinigingszinnen, die staan ook op YouTube. En daarmee kan je ook zwarte magie verwijderen. En het is een zeer eenvoudige zin. God verwijder alle zwarte magie. En bij het God bedoel ik iets anders dan de kerk en het christendom. Met God bedoel ik de zuivere bron van energie, waar we allemaal mee verbonden zijn als zijnde mens. Sommigen noemen het de creator, sommigen noemen het de alwetende, weet je. Sommigen noemen het Allah, Shiva. Je kan het allerlei namen geven. Het is een zuivere bron van energie. En laat dus even los dat het iets te maken heeft met een religie. Want dat heeft het in mijn optiek totaal niet. En ik weet veel van allerlei soorten religies af. Dus ik ben je niet tegen je schenen aan het stoppen. Maar heel veel mensen hebben moeite met het woord God. Begrijp ik. Alleen, doe even niet zo moeilijk. En doe nou eens een keer die zin. En ervaar wat het doet. Die zin die zeg je 15 keer achter elkaar. En als je goed in je vel zit, want dat is wel noodzakelijk. Dus de meeste mensen zitten hier, hè, zitten in hun hoofd. Die hebben helemaal, die voelen niks. Ja, dan die je eerst iets anders te doen, namelijk in verbinding te komen met je gevoel en je blokkades op het voelen op te lossen. Daar heb ik ook weer video's over. Kijk even op mijn YouTube-channel, kanaal, spirituele coaching. Maar als je die zin doet en je voelt iets gebeuren, bijvoorbeeld in je buik voel je een trilling of een spanning of je voelt iets kloppen of er ontstaat warmte, dan is er zwarte magie bij jou aanwezig. Het mooie is, je weet dan inmiddels dat het er is, dus dat is een mooi checkmiddel en tegelijkertijd verwijder je het. Verwijder de zwarte magie. En manipulatie is zwarte magie. Want een ander is aan het bepalen wat jij moet doen van die ander. De ander wil dat je dit of dit of dit doet, of dit of dit of dat voelt. En dat is manipulatie. Oké. Heb je hier meer vragen over? Stel ze gerust. Ik beantwoord ze met liefde en ik doe mijn best om iedereen te helpen hier op weg. Want het kan heel erg naar zijn, die hele zwarte magie. Dus heb je meer vragen? Stel gerust, maak ik weer een video. Hey, fijne dag. Tot ziens. Dag.